in al je dagelijkse dingetjes niet doet. Actieve houding. Je gaat staan tegen een heel klein beetje naar buiten. Ja? De spanning van je knieën achter. Door ze heel licht te buigen. Ja? Ja. Je stopt je vinger in je navel. En leg je hand op je hoofd. En wat je dan gaat doen is je duwt je hoofd tegen je hand aan. En dan voel je je vinger een beetje naar binnen trekken. Mm-hmm. Ja? Dan kan je hand kan je loslaten. En wat je dan nu gaat doen is die vinger helemaal naar binnen trekken met je navel. Net zolang totdat je aan de achterkant een paar spieren aan voelt spannen. Ja. Voel je die? Mm-hmm. Goed zo. Die rugspieren die je voelt aanspannen, dat zijn je korte rugspieren. Die spieren achter je navel zijn je diepe buikspieren. Dat is wat je traint op de flexie. Ja. Samen met je bek- en bodemspieren en je middenrif. En door het trainen van die spiergroepen krijg je een hele goede core stability of rondstabiliteit. Yes. Ja? Ben benieuwd? Ja, nou, nee, het zal echt tegenvallen hoor. Nee. Nou, weet je, wat ik wel heel duidelijk wil zeggen, dat als je stoeltrainingen doet, dat wil niet zeggen als je dit niet kan, dat je niet kan paardrijden. Want het zijn twee compleet verschillende dingen. Ja. Dus dat het wel duidelijk is. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat je soms... zeker de tweede keer als je op de stoel gaat, dat je gefrustreerd raakt. Mm-hmm. Want wat je eigenlijk doet, je stuurt je spieren aan met je hersenen. Dat is nog even een combinatie wat nog niet gelijk direct werkt. Maar probeer in de achterwaartse beweging je rug recht te houden en niet naar voren te vallen. Netjes en voor. Ontspan. Kantel achter. Probeer je gedachten een beetje los te maken, gaat veel soepeler. Daar is absoluut helemaal niks mis mee. En deze steek je net iets uit, dus dat betekent dat je net iets meer druk zet op je linker zitbeenkrabbel. Echt super geconcentreerd bij je. Rechts gaat wel echt veel beter dan nu. Ja, maar dat wist ik al. Ja, links. Ja, het heeft vast met links. En het is ook al bij de fysio, ja. Zeker weer de linkerkant. Dus ja. Ja, de linkerkant. 97,7% keurig netjes. Je hebt voor links, voor links. Dit is voor links. En voor. Dat is hier en links. Ja. Eigenlijk in deze bocht raak je het correctiegebied. Maar dit is echt keurig netjes. 73,3, dat betekent dat je op voldoende zit. En dan kan je ook gewoon heel goed zien aan jouw coördinatie. Beginnersgeluk. Nee, dat is geen beginnersgeluk. Het is gewoon wat het is. Dit heeft niks te maken met beginnersgeluk. Want jouw spieren luisteren namelijk best wel redelijk goed naar jouw hersenen. Je kan ze best wel goed aansturen. Ik kan het ook heel goed zien in de achtjes die jij hebt gemaakt. Omdat even... Maar ik vond het onwijs leuk om te doen en ook wel leerzaam. Ik had het eerder gezegd, daarom zei ik ook beginnersgeluk. Ik had het slechter verwacht. Ja, oké. Okay. Maar daarom ben ik thuis ook wel af en toe mee bezig. Op de bal en zo. En buikspieroefeningen en zo. Omdat ik weet dat gewoon mijn handicap een beetje is in mijn houding. Ja. Maar ja, ik vond het wel leuk. Het is vandaag maandag en ik zit met mijn moeder in de auto, want we hebben een aardig ritje door Nederland al vandaag. Ik ben onderweg naar Diever, naar La Mancha Couture Nederland. En ik ben nu al een aantal jaar ambassadrice van dat merk. En ik ben echt helemaal gek op die jasjes. Ik heb er, voordat ik ambassadrice werd, zelf ook al eentje aangeschaft. We zijn er nu bijna en de reden dat we daar naartoe gaan is omdat ze allemaal nieuwe... dingen hebben, nieuwe ontwerpen, nieuwe kleurtjes. Dus we gaan eens even kijken wat ze hebben. Ik heb eigenlijk helemaal niet verteld dat ik gisteren een wedstrijd heb gehad met Diano. En meestal film ik altijd de wedstrijden, maar eigenlijk was ik niet helemaal lekker. Dus ik had geen zin om te filmen. Maar het was super goed gegaan. Ik had boven de 70% op de tweede selectie voor het NK. En ik was... met een 0,5% verschil met de nummer 1 derde geworden. Dus had ik het nu maar toch gefilmd, want hij liep echt onwijs stoer. Maar ja, jullie kennen hem nu wel en hij liep eigenlijk gewoon weer zoals hij kan.
modelletjes die La Mancha heeft. Dit is een enkele rij knopen, dubbele rij, alsof dat een soort lange jas is, een wrak met hier die flapjes. En dit is ook enkel. Maar dan kan het weer het verschil maken in het model aan de achterkant. En het kenmerk van La Mancha is de achterkanten. Deze is dan dubbel gestikt, enkel gestikt en met steentjes. En wat ook leuk is, deze heeft een borstvakje. En wat nieuw is bij La Mancha is de fake pocket. Eerder was dat altijd als je daarvoor koos, had je hier een zakje. En nu heb je hier een dubbele bies. Ook in de mouwen kan je kiezen wat je wil. Hier een bies. En wat ze ook nieuw hebben qua keuze is op de mouw die bandjes. En dan natuurlijk in de kleuren die je wil. Kijk, en dit hebben ze ook. Kijk, hier zie je dus feller blauw. Het is eigenlijk allemaal voldoen. Je hoort de 24K Magic. Jurgen is nu nog met de zwemmen. Lekker aan het werk. Thanks voor de muziek. En ook Chantal, die is positief. Zegt, ga zo door met de muziek op Slam. De maandag die vliegt voorbij. Dan dit hier die piping door laten lopen? Ja, daar twee. Of doe je het alleen om de kraag? Denk ik dat het mooier is? Ja, ik denk ook. Eventueel kan je op het zakje nog, omdat daar ook dat zaddoekje in zit. Dus dat je eigenlijk alles wat, hoe heet dat? Vind dat wat mooier is. Alles waar dat ruitje is. En dan haal ik nou ook eens bij het zakje. Ja, dan accentueer je eigenlijk dat. Kijk, wijs op. Ja. Dat is wel mooi, denk ik. Ja. Hij zit wel strak. Hij is nieuw, hè? Ja. Oké. Dit is mijn allereerste jas. Mijn allereerste. Yes. Ambassadrice jas. Ja. En dan krijg ik hem weer terug. Hij blijft mooi. Ja, hij is heel mooi. Dit is trouwens. Wol. En dit is de softshell. Maar wol is ook heel mooi. Ja. Wat gaan we doen? Zwarte slipjas. Met limited Asian kraag. Ja. Hier gaan we mooi witte omleiding omheen zetten. Alleen bij de kraag. Dus we gaan het niet aan de voorkant doen. Hier komt nog een mooi wit randje. En de achterzijde komt ook een wit randje om de strik. Ja. Daar heb ik hem, hè? Yes. Check. Hier, deden we hier nou nog wat mee? Nee, hè? Oh, nee, bij die ander wel. Oké. Okay. En de volgende wordt donkerblauw. Waar hebben we die nou gelaten? Een soort genadeloos. Ik hijs je er goed in. Mm-hmm. Ik hou ook even geen aan. Oké, volgende slipjas. Keuken eraf. Donkerblauw. Het is een hele mooie grijze softgel strik en kraag. Wit. Uiteraard strass. Daar houdt van blink. Swarovski knopen. En bij dit modelletje is het één rij. Maar we doen natuurlijk een dubbele rij knopen. Dus 8 stuks. Deze laten we weg. En wat gingen we deze dit nou? Gewoon blauw. Die liet we ook blauw. En dan hier zo nog een streepje erbij. En hier? En stras. Ja. Check. Check. Ik ben super, 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 super blij met mijn nieuwe jassen. We zijn nu weer onderweg naar huis. Het was echt een leuke middag. De vorige jassen heb ik ingeleverd. En daar heb ik nou weer een paar mooie jassen voor terug. Jullie hebben kunnen zien wat ik heb uitgezocht. En ik hoop dat ik gewoon daar weer volgend jaar hele mooie wedstrijden mee kan gaan rijden. Maar aan de jasjes zal het in ieder geval niet liggen, want die zien er super mooi uit. Leuk dat jullie weer hebben gekeken. En volgende week zou ik de vlogs even goed in de gaten houden. Ik weet nog niet precies hoe ik het doe. Of in de maandagvlog of met een extra video. Maar ik beloof jullie dat er zeker wat leuks aan gaat komen.
Dus houd het goed in de gaten. En dan zie ik jullie volgende week weer.